Dames en heren, welkom allemaal bij Kanaalobsessies 2020. De video van het jaar, jullie kennen hem, hij komt ieder jaar terug. En hier is hij weer. Ik heb geen idee hoe lang de video gaat duren. Ik wens jullie in ieder geval heel veel plezier met het bekijken hiervan. Maar voordat je gaat bekijken, klik even op abonneren jongens, want jullie weten het. Hoe meer video's, shit, live by error, hoe meer abonnees, hoe meer video's. En ja, dat is gewoon vet. Dus doe even abonneren, ik ben enthousiast. En dan zeg ik heel veel plezier met het bekijken van mijn voorjaarsvisserij op het kanaal. Kanaalobsessies 2020. Getekende vis. Niet groot. Het hoeft soms echt helemaal niet groot te zijn om prachtig, echt prachtig te zijn. Oh, maar jongen. Oh, heerlijk. Goedemorgen allemaal. Ja jongens, ik ben een beetje, ik noem het excited. Gespannen ook wel. Nu gaat het gebeuren. Kanaalobsessies gaat van start. En de allereerste ochtend, het is 6 uur op zaterdag en ik ga naar het kanaal. Het is eind maart, de voorspellingen zien er hartstikke goed uit en ik heb er echt zo verschrikkelijk veel zin in. Ik heb er zo lang naartoe geleefd. Dus het begint weer, Kanaalobsessies 2020, let's go. Hey jongens, het is nog vroeg in het jaar en eindelijk gelukt. Ik weet natuurlijk niet of ik helemaal scherp ben, doet er uiteraard niet toe. Maar na al die maanden op het kanaal in de winter gefaald te hebben, is het dan eindelijk gelukt. Mooie schub van een kilootje of 10, lang, redelijk sterk. En heel rare aanbed, heel traag. Het is nog echt koud. We hebben gewoon nog nachtvorst. Dit is een heel goed teken. Snel een paar foto's maken. Een hele goede morgen. Op deze mooie morgen. Een ochtend aan het kanaal. En je ziet het. Het is gewoon enorm koud. Ik weet natuurlijk niet of ik helemaal scherp ben. Maakt natuurlijk ook weer niet uit. Maar ik heb nu misschien wel een van de allermooiste vissen van het jaar. En ook zeker de kleinste. Maar dit is bizar. Dit heb ik echt nog nooit gezien. Kijk dan.
kijk, dat is even, jongens. Rustig, rustig. Prachtig mooi uitzettertje. Helemaal rood van kleur. Kijk zijn kop, joh. Bizar. Wat een pareltje. Echt. Wat een bizarre paarse gloed heeft hij over zijn gezicht heen. Lekker, jongens. Kanaalobsessies 2020 is begonnen. Bam. Nog geen 5 minuten op het kanaal. Heerlijk. Een mooie, nou het lijkt wel wat oudere gedrongen vis. Klein. Kijk eens. Prachtig, man. Mooie, kleine. Een ziek, ziek brede vis. Kijk dan wat een schouder erop zit. Nou jongens, dit zijn wel de pareltjes van het kanaal, hoor. Prachtig. Ze hoeven niet altijd groot te zijn om nog een beetje karakter mee te hebben. Maar hiervoor gaan we zondag vroeg het weekend ons nest vroeg uit. Prachtig. Bam. Machtig mooi. Snel een paar foto's maken en dan mag je lekker zitten. En die zit perfect in zijn onderlip gehaakt. Kijken. Dat is echt mooi. Prachtig. Ik ga hem even weghangen, cameraapparatuur neerzetten. En een snelle foto maken in het ochtendzonnetje. Heerlijk. De batterij kan bijna wegvallen. Hij is leeg, maar... Oh, rustig aan, jongen. Rustig aan. Rustig aan. Een druk hommetje. Zo, in de eerste warme week van het jaar. Kijk eens. Prachtig. Mooie, wat langgerektere schub. Ja, heerlijk. 'S Ochtends vroeg. In het ochtendzonnetje. Aan het kanaal. We willen mee nog meer. Heerlijk. Bizar mooie kanaalschub. Even een fotootje maken. Lekker. In de ochtendzon. De sling uit. Prachtig. Jongens, het komt eindelijk een beetje los. Echt bizar. Hoppa. De eerste van de hopelijk reeks die gaat komen. Daar rijdt even een Ferrari langs. Ook mooi. Maar dit boze mannetje, die... Kijk eens even. Die gaf mij alle strijd. Wat een krachtpatsje. Prachtig. Hij is boos. Maar moet je kijken, wat een mooie bouw. Ah, en vooral hier van de kanaal geeft het me zoveel voldoening. Prachtig. We gaan hem snel op de foto zetten. En dan is dit hopelijk de eerste van de reeks die mag gaan komen. Yes. Het is zaterdagochtend. Ik zit een paar uurtjes vroeg. Rustig, maat. We hebben te maken met een kleine wilde bras. Kijk eens. Nou, heerlijk. Niet groot, maar echt mega sterk. Bijna net zo sterk als die schub van de week. Prachtig toch? Mooie grote staart er al op. We gaan er gauw een fotootje van maken. En dan mag hij weer lekker gaan zwemmen. Wat een echt een onwijs karakteristieke vis. Hoppa. Kijk eens. Echt een gehavende kanaalschub.
prachtig. Beetje een rare bochel in zijn lichaam. Maar echt een beauty, man. Jezus. Gaaf van de vin. Prachtig. Mooi. Snel een fotootje. Dat loopt fantastisch. Yes. Ja, jongens. Jullie hebben het gezien. Er zijn een aantal hele mooie vissen op de kant gekomen. En ik kreeg vooral in de vorige kanaalobsessies de vraag hoe ik het allemaal aanpakte. En het moet geen how-to video worden, maar ja, kort gezegd, eigenlijk is het vrij simpel samen te vatten. De techniek is, ja, er zit niet echt een techniek in. Het heeft echt met een, ja, een soort van voorgevoel te maken. Ik kijk en probeer uit mijn afgelopen jaren een beetje de les te kijken van goh, hoe en waar migreert die vis. Dus waar zwemmen ze in welk gedeelte en welk jaargetijde. Ik probeer dat een beetje te volgen, kijken wanneer ze naar die paairoutes toe trekken. En as we speak zit ik nu op de paairoute te vissen. In ieder geval de route waar ik denk dat ze naartoe komen om te paaien. En die blok ik eigenlijk heel mooi af. Nou, jullie hebben het gezien, het resulteert in een aantal mooie vissen. En ja, zo probeer ik het eigenlijk ook maar. Weet je, er is in 15 jaar tijd is er al zoveel veranderd. En een echt patroon, dat kun je nooit vinden. Want gaan ze linksom, gaan ze wel rechtsom. Het is heel anders dan op een plas of een meer. Of het gedrag van die kanaalkarp is vrijwel, ja, ontraceerbaar. En het is dus steeds maar een beetje aanklungelen en proberen te denken dat je het weet. En voor de rest, de onderlijnen zijn heel simpel. Ik gebruik gewoon wat steviger materiaal, dus 4200ste hoofdlijn. Fluorocarbon, dus dat je in ieder geval genoeg body hebt, wat zwaardere hengels. Qua onderlijnen ook heel simpel, zoals ik eigenlijk altijd gebruik. Gewoon de standaard onderlijnen met een schringtubeje of een widegapeje. Ja, widegap X zorgt voor extra stevigheid. Ja, voor de rest, ja, gewoon FAB's bedankt. Ja, jullie mag ik ook wel eens een keer bedanken. Mag ook wel eens een keer benoemen, want ik vis nu al een tijdje met de bollies en het bevalt me echt super. Nou, jullie hebben het gezien, weet je. Er zijn echt super mooie vissen op de kant gekomen. Ook al in de vorige kanaalobsessies. Dus ja, dat is het wat ik gebruik. En dus het is eigenlijk niet zo heel erg moeilijk. Maar ja, jongens, dat ik enthousiast ben. Het kanaal, dat doet wat met je. Dat grijpt je, dat heeft je. En al 15 jaar houdt me dat een beetje in bedwang. Hè? Ja, er zijn wel een aantal topvissen in deze regio die ik wil vangen. Maar die kunnen ook zo weer 40 kilometer verderop zwemmen. Of ze kunnen weg zijn, of het onbekende. Dat is echt wat mij zo motiveert en waar ik ook zo mijn tanden in zet. En omdat iedere vis hier telt dubbel, driedubbel, tiendubbel, 100 keer, 100-dubbel. Elke vis is genieten en ik hoop dat jullie ook nog steeds genieten. Nu gauw weer een paar mooie sfeershots, actieshots. Ik ben te lang in beeld geweest. En ja, geniet mee. Kanaalobsessies 2020. Oké, jongens, een mega bak. Ik kreeg een hele trage aanbeet. Ik voelde eigenlijk direct dat het een grote vis was. Kijk even dan, gewoon een hele mat gevuld. Wat een beest, joh. Ik ga hem heel snel wegen. Klok ligt klaar. Ik ben heel benieuwd. We zijn live. De grootste vis van het kanaal tot nu toe. Echt een beestachtige vis. Denk hem te herkennen. Ik zal even kijken thuis of het hem is. Maar ik denk het bijna niet, maar zoals we net al zagen, hoppa, kijk eens, met de slinger op 16,2 kilo, wat een beest, man, echt niet normaal, niet gezond, kijk dan, wat een pens, joh, dubbele buik, echt mega breed gewoon, ik voelde gelijk dat het een grote vis was, echt. Wat een beuker. Sorry, Jappie, dat ik je heb wakker gebeld. Geen probleem. Wat een beuker. Yes! Bam! Bijstag. Bizar hoe ziek breed deze vis is. Echt niet normaal. Dus
Zo, dames en heren, we hebben leven getankt, want we moeten naar het kanaal toe om te voeren. Er is een weersomslag. Je zou denken, ja, dan moet je gelijk vissen. Helaas kan ik vanavond niet. Morgen weer vroeg op. Het is maar even door de week iedere keer naar het kanaal rijden en gaan voeren. Ja, hopen dat de vissen er nu echt een beetje in gaan trekken. In de kleine sloten paaien ze al. Dus dat belooft veel goed voor het kanaal. Het warmt natuurlijk wat langzamer op. Dus het is nu voor mij tijd om gewoon up en te. Ja, moet ook getankt worden natuurlijk. Maar om lekker naar het kanaal te gaan. De boiler is erin te gooien. En morgen vissen. Zo, goedemorgen allemaal. Ja jongens, neem me niet kwalijk. Het is zondag 4:15. Het begint licht te worden. Zo langzamerhand. En wat ik aan het doen ben, ik moet zo meteen gaan werken. Kijk. Maar wat ik ook aan het doen ben, wat ik eerst ga doen. Ik ga eerst in de kanaalroutes kijken of de vissen er liggen. Ik heb een uur of anderhalf eerder mijn wekker gezet. Ik heb eventueel een korsthengel bij me. Zodat ik als er vis ligt direct een vis zou kunnen vangen. Maar het belangrijkste is nu, zodra je denkt dat het gaat gebeuren, dat de vissen erin trekken, zeg maar. Ja, ze opvangen. Maar dan is het zoeken, 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 zoeken. Dus, ik ga even met mijn goede gedrag hier om 5:30 ochtends op zondag langs de waterkant lopen. En tussen de lelies kijken, om te kijken of ik activiteit zie. En om 6:30 moeten we werken. Heerlijk. Niet. Zo. Dat is nog eens wat we noemen een matvol. Wat een beest, man. Even kijken. Flinke rijtanden. Hij is goed over de meter, denk ik. Prachtige vis. Ik gaf in ieder geval goed de sport. Nou, we gaan nog gauw terugzetten. En dan gaan we kijken of we nog een karpje kunnen vangen. Zo. Deze jongen mag weer gaan. Bam. En weg. Nou, op naar een karper, maar dit is toch wel leuk. Het gaat mooie sport. En daar gaat het om. Heerlijke ochtend, voorjaarsochtend. Nou jongens. Geen grote karper. Auw. Geet hij nog in mijn klauw. Lekker dan. Maar goed. Morgen weer gaan stomen, want er is vrij weinig meer van mijn haka's over. Het is echt helemaal aangegeten door de kreeftjes. Die is helemaal kapot, maar ondanks dat toch een aanbeet gekregen. En de vis die ligt hier nu in de mat. Ik weet natuurlijk niet of ik helemaal scherp ben. Uiteraard doet dat er natuurlijk weer niet toe. Maar deze vis die is in ieder geval een flinke druk te maken. Een blanksaver. Het is in de laatste paar dagen heeft het weer een omslag gemaakt. Het is echt een hommertje. Kijk. Ja, een echt prima vis, joh. Want het heeft me toch weer van de nul afgebracht. Dames en heren, we hebben het even open moeten doen normaal, want de SD-kaart was leeg. Ik heb hem net gemeten. Waar ligt het meetlint? Hier ergens. Of ik hem al, hier zo. Ik heb hier in de mat een snoepbaars van 98 centimeter liggen. Ik kan er geen meter van maken, maar op een pop-up boilie. Ja, ik heb nog nooit zo'n grote snoepbaars gevangen, dus het is voor mij gewoon even wennen. Hoe ik zo'n beest goed moet optillen. Hij knijpt met zijn tanden, jongen. Kijk dan. Wat een kasteel, jongen, niet normaal. Wat een brute bak. 98 centimeter snoepbaars. Mijn persoonlijk record. Wat een monster. Kijk dan. En als karpervisser is dit ook wel super gaaf, hoor.
fucking nooit verwacht. Yes. Kijk dan, gast. Bam. Snel een foto maken en dan mag hij terug. Oh, grap. Ga zwemmen, grap. Goed zo. Goed zo, ja. Prachtig. Kijk dan. Ja, ja. Schitterend. Het is gewoon genieten. Heerlijk. 6:30 ochtends. Ochtendzonnetje. En deze vis. We gaan lekker gaan zwemmen. Het is nu echt gewoon warm. Die liggen er echt in. We vangen nu al een paar dagen echt alleen maar de mannetjes. En ze lijken ook wel de daad verricht te hebben, maar zeker zijn we er natuurlijk nooit van. Maar ja, goed. Niet minder mooi en niet minder welkom uiteraard. Mooie gehavende kanaalschuppies, daar houden we van. Vooral de kracht, deze zat vast. En ja joh, dit was weer een gevecht op zich. Leuk verhaal voor bij de borrel en de verjaardag als we zo meteen weer doorgaan. Maar we zijn er weer blij mee. Mooi, dit mannetje mag zwemmen. En dan kan het zomaar eens heel snel gedaan zijn. Maar dat maakt niet uit. Want we hebben toch al de buit binnen. Dus zwemmen. Zo, goedemorgen. Hoppatee. Gaan we weer. Het is echt onophoudelijk. Het gaat me door. Ik heb net echt een grote verspeeld, helaas. Onder de kant heb ik eigenlijk echt nooit last van. Maar ja, goed. Kijk. Kijk eens. Kleine hommer. Mooie vis, sterk ook. Bleef maar doorgaan. Wat een krachtpats is hier. Nou ja, zoals ik in mijn video ook al eerder zei, het is niet altijd makkelijk. Het is even een paar dagen stil geweest. Maar het gaat gewoon weer door. Lekker. Blijven zoeken. Blijven zoeken, zoeken, zoeken. Dan ga je ze vinden. Ja, dames en heren, dit was hem weer. Kanaalobsessies 2020. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de beelden. Ik heb er in ieder geval enorm van genoten. Dus doe even een duimpje omhoog. Alsjeblieft, dat zou fantastisch zijn.
En abonneer natuurlijk ook even. Het is geheel gratis. En dan zeg ik tot de volgende video, jongens. Laat.